Groeten uit Koekstad. Hey! Groeten uit Koekstad. Groeten uit Koekstad. Groeten uit Koekstad. Ik weet ook niet wat het is. Maakt het geluid? Weet ik niet. Zit er wat in? Rijst of zo? Ja. Bij twee halen, één betalen. Kijk, die is kort van voren en langer van achter. Dat is die net een beetje hier, maar... Dat is zo'n ding dat je op de autostoel legt. Leuk trouwens. Moet je kijken wat schattig. Dit zijn ook nog... Het is ook typisch Engels, hè. Dan is er een serie met vogeltjes. Een winterkoninkje. En dit zijn... winterkoninkjes zijn dit. Oh ja, hier is... Oh, dat is dezelfde. Het zijn twee dezelfde. Ja, dus het is een egg cotler. Ja, en dat... Ja, daar doe je een mengseltje van ei in. En dat kan je er dan zo uitlepelen en au bain-marie verwarmen op een gegeven ogenblik. En dan eet je dat er gewoon uit. Lepel je dat er gewoon uit. Dat krijg je dus Engels. Dan krijg je dus eigenlijk een vast omeletje. Een vast omeletje, maar dan in de vorm van dit potje. Een driedimensionaal omeletje. Ja, zo is. Dat lijkt me wel lekker. Ja. Gewoon in een waterpannetje, een au bain-marie pannetje. En dat is typisch Engels. Ja, ze doen van alles British, met eieren. British, ja. Nee, ik koop ze niet. Nee. Je moet, ik denk ook als je hier vrijwilligster bent, dat je ook wat mooie dingen moet laten staan. Want anders is het ook niet leuk meer. Natuurlijk. En wat gaat hiermee gebeuren? Die heb ik genomen. Toch. Praktisch. Cappuccino. Op een mooie zomerdag reed Nasruddin, zoals gewoonlijk, op zijn oude ezeltje door het landschap. En hij genoot van alle geuren en kleuren om hem heen. Het was een heerlijke dag. En plotseling hoorde hij in de verte een hele mooie muziek. Deze. Oh, die ging wel lijn toen, hè? Ja. Fijn, man. En nu dan? Doet u nog steeds pijn, of niet? Nee. Zit er weer aan. Oké. Of zie de pietje. Maar ze zijn wel heel erg lang, momenteel. Het is wel heel erg mooi. Ja, ze moeten wel langer, anders kunnen we die punten er niet aan maken binnenkort, hè? Ja, wil ik heel graag. Ja, ik ook, maar ja. Dat moet voordat de baby komt, want anders kan ik niet meer. Ik ben nu bijna 4 maanden, dus tegen de tijd dat de baby komt, dan moeten ze gewoon echt heel erg kort. Ik ben bang dat ik hem anders krap of zeer doe. Deze nagels doen trouwens minder zeer hoor, als gewone nagels. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen, maar het zal wel echt een stukje korter moeten. Als de baby straks is, ga je ze... Ja, dan gaat er echt wel gewoon 2/3 af. Dus dan moeten ze heel kort. Ja, dat is voor de baby, is helemaal oké. Maar van kort kun je toch ook wel iets moois maken? Nou, ik niet. Oh, yeah, baby. Honey, I really like that.
Wil? Ja. Wij zijn klaar, hè? Kun jij misschien even naar de winkel pakje sigaretten halen voor mij? Jawel. Yes. Moet je maar even pinnen. Oh. Eens had je 4 groenteboeren. Nu zie ik in één keer in het korte stuk weer 5 kappers. Dameskapper, herenkapper, herenkapper. Die is 15 euro, hier op de hoek is 10 euro. Nou, ga zo maar door. En na een paar jaar is die ook weer weg en dan komt weer wat anders. Goedemorgen. 1,50 euro. Het vinden? Goedemorgen. Ja? Ja? De deur mag lopen. Schrik me kapot. Ja? Finish. Ja? Ja, toen ik verkeering kreeg, hallo, hoe oud was ik? 17? Toen had mijn man al een bedrijf. Ja, hoe lang geleden? Ik ben nou 61, dus ken haar. Nee, maar mijn schoondochter zit ook in de winkel, hè? Mijn zoon is er toen uitgestapt. En ja, mijn schoondochter is nu gescheiden van mijn zoon. En, maar wij kunnen heel goed opschitteren haar, dus. Ik heb geen contact met mijn zoon meer, maar alleen met haar. Ja, ons leven gaat ook door, toch? Kijk, ik ga de mijne lossen. Hey. Ik doe 1 keer in de week doe ik mijn boodschappen hier. En ik vind het hier zalig om te komen. En het leuke is van het wat nog thuisgebracht ook nog. Vandaar. Ik ben wel een pittige reister. Ja, dat klopt. Paaltjes die neem je af en toe wel eens mee. En laatst nog een keer op het Andriessenplein een muurtje, want daar parkeren ze allemaal zo fijn. Toen kon ik er met de bus niet uit. Nou ja, toen was het of de auto of een muurtje. Nou ja, dan maar een muurtje. Kijk, dat doe ik wel. Ik pak wel even een oranjetje mee, hoor. En 5. Ja. Dag. Zo, alstublieft. Ja. Dag. Eerlijk, bij deze mevrouw ben ik er echt letterlijk in en uit, want het is heel vies daarbinnen. Goedemorgen. Bedankt. Okay. Doei. Weet je, ik neem soms de tijd. Dan denk ik van oké. Maar ik doe bij hun en haar mannen heel vaak. Anders, dat is het nadeel van, als je hier bij deze mensen gaat praten, dan ben je de eerste 20 minuten niet weg. Heen en weer per dag? Rond 50 tot 80 keer per dag oversteken, zelfde vaartijden van 8 tot 23 uur. Is het een afwisselende baan? Ja. Ja, heel verschillend, verschillende mensen, alles verschillend, weet je. Hoe lang doet u dit al? Over de 16 jaar. Groeten uit Koekstad.
Had u die al gezien? Die eikopters? Daar kun je een ei in doen en dan met kruiderij of wat je maar wil. En dan een beetje schudden. En dan in een pannetje au bain-marie. Ja, grappig is het. Lust in eieren. Voor mij is het ontspanning. Ik ben niet bezig in mijn hoofd. Ik ben gewoon bij dat kledingstuk. Ik doe thuis ook al graag strijken. Hallo. Hoi. Kijk, als het een tuin was, als ik misschien een tuin gaan omspitten. Dat vind ik lekker. Ik wil wat doen. Ik wil gewoon bezig zijn. Kijk, ik kan wel op de stoel gaan zitten. Maar ik vind het gewoon lekker om bezig te zijn. Ik zou ook nooit op een kantoor kunnen zitten. Yvonne die is hier en daar werk ik mee samen. En ik vind het leuk dat ze me dat vertelt. En dat vind ik ook hartstikke boeiend. Maar voor de rest verandert voor mij niks. Dan moet een eindje in, hè? Ja, dan moet je een beetje schudden. Ja. Ja. En dan ook bij mij. Ja, klopt. Niet sorry. Nou, daar staat ze niet kwijt, hè? Nee, blijkbaar nog niet. Hè? Maar wie weet, straks komt er misschien een liefhebber. Hè? We laten ze gewoon eventjes in het zicht staan. Nieuwsgierig reed hij met zijn ezeltje daarnaartoe. En hij kwam bij een klein hutje. En voor dat hutje, op een klein krukje, zat een oude man. En hij speelde op een hobo. Hij speelde een langzame, melodieuze muziek. Hij stond er helemaal gebiologeerd te luisteren. Koekstad. Volgende klantje om 12. Hebben we een mooie tijd. Kun je lekker lunchen? Ja, lekker eten, hè? Hi Sonja. Hi. Ik wou graag lunch bestellen. Dat kan. Mooi hoor. Super, hè? Schitterend. Zal ik even meelopen? Nou, graag. Ja. Lekker. Dankjewel, Sonja. Tot snel. Doei. Roosjes, ladies. Samen. De eerste les, dat was de allerduurste, die kostte €500. En de tweede, €200. En de derde en alle andere lessen kosten €100. Aha, zei Nasruddin. Goed, geeft u mij maar de derde les alstublieft. Groeten uit Koekstad. Jongens, ik ga de duurste altijd zelf betalen. Fijne middag. Heeft u iets gevonden? Jazeker. Nou, kijk. Ja, hartstikke goed. Meestal is het echt zijn de gezellige mensen die hier komen. Ja. Ik wil een beetje rommelen. Ik moet ook zeggen, de lichten invallen in deze winkel. Het is ook prettig in deze winkel. Ja. Het is een beetje, een beetje onzinnig van mijn feng shui is hier wel een beetje aanwezig. Ja. Feng shui. Feng shui. Ja, dat is een soort kunst van inrichten, waardoor je geest zich plezierig voelt. Mensen voelen zich hier prettig. Ja. Ook een soort route. Feng Shui, dat is ook Aziatisch. F-E-N-G en dan Shui, dat is S-J-U-I, denk ik, hè? S-H. Begin met Feng. Feng, F-E-N-G. Wat ik wel eens gelezen heb, mag je nooit bijvoorbeeld tegenover je bed een spiegel hebben. En er was ook iets met wc-pot en een deksel. Dat mag, daar komt dan ook verkeerde
De deksel moet er altijd op? Moet altijd dicht. Ja. De deksel moet er altijd op. De deksel op. Moet in. Want anders gaat gewoon de chi eruit of zo. En kijk, chi gaat eruit. Ja. In de kakkerdoos. Nou, dat moet je niet maken. Er moet altijd een deksel op. Vroeger toch? Ja, 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 ja. Die was wel afgedekt. Wat dit zijn? Dit zijn twee Engelse eierwarmers, gemaakt zo rond 1930 bij de fabriek Worcester. Dat is een fabriek die veel Engels porselein heeft gemaakt. En ze zijn in een onberispelijke staat en de waarde van deze zijn zo'n 15 à 20 euro per stuk. Maar niemand wil ze hebben. Ja, maar ik wil ze er wel voor hebben. 15 euro per stuk? 15 euro per stuk. Alsjeblieft, 30 euro. Mijn naam is Stijn. Dit is Jervin en dat is Abe. En onze tip om lekkere tomaten te krijgen is: hou het zo biologisch mogelijk. Want al dat vergif doet de smaak niet ten goede. Wat zou dit nou? Dat is van die legering wat... Nee, maar jullie knippen hier toch wel een klein beetje in.